30 november 1994 werd in Temse, bij de stroom de Schelde, Boelwerf Vlaanderen failliet verklaard. Meteen was dit het einde van de bouw van zeeschepen in België. Het einde van een industrie. Schepen worden nu elders in de wereld gebouwd, sneller, goedkoper. Niemand meer dan 50.000 voor de eerste maal. Na een bedrijfsbezetting van 7 maanden door de werknemers kwam het bedrijf in de handen van de curatoren. De uitverkoop van een industrie kon beginnen. 60.000, niemand meer, niemand. Zo kwam een einde aan een gemeenschap van scheepsbouwers. Aan een geschiedenis van generaties leven op en rond de scheepswerf. De werkman staat bij de gesloten werfpoorten verweest naar een wereld te kijken waarin zijn arbeid niet meer telt. Een wereld waarin niet alleen arbeid, maar alles anders aan het worden is.